Meneer De Haan, Henk voor Intimie, dus ik mag zeggen oom Henk. Henk, jij hebt ook nog even wat kort opgeschreven. En ja, we gaan hier gewoon niet weg zonder dat jij gesproken hebt. Oké. Blijf gewoon lekker zitten. Blijf lekker zitten. Ja, beste mensen, ik had er een beetje op gerekend dat we voor het huis zouden staan. Nu is er, begrijp ik heel goed door de regen dat we hier staan. Maar ik vind het heel belangrijk om de namen te noemen. Op de stolpersteinen staan al die namen. En ik weet van de Joodse traditie dat zolang je de namen noemt, blijven ze. En daarom stel ik voor, en ik ga daar toch echt mee staan, Joop. Ja. Want ik vind het heel belangrijk dat wij met z'n allen dan staan om de namen te noemen en te gedenken van Charles, 15 jaar. Ellie, 10 jaar. Salomon en Sally Leven, 51 jaar. Mientje Monas, 56 jaar. En tante Jantje de Vries, 78 jaar. De dichter Leo Vrooman die heeft gezegd, gedicht, kom vanavond met verhalen. Hoe de oorlog is verdwenen, allemaal zal ik weten. Wij zijn hier vanavond, vanmiddag, ook aan het wenen. Om het verdriet wat er gebeurd is. En ik vind het heel mooi als we dan samen, misschien een minuut stilstaan. De hemel regent met ons mee vandaag. Een ogenblik stilte graag voor de familie Leven en Max. Dankjewel Henk, een applaus is jouw deel. Mevrouw Huut de Leeuw van Wenen, van der Hoek. Je zou zeggen, als je die naam uitspreekt, dan moet u op een kasteel wonen. Maar die hebben ze allemaal, tijdens de Hoeks en de Kabeljauwse twist, hebben ze die hier in de omgeving vernield. U woont gewoon in een gezellig huisje in Zuidland. Maar u heeft een cadeautje meegenomen voor de heer Grishaven. En ja, dat mag u in deze overhandigen. Van mevrouw Driet de Leeuw van Wenen, enzovoort, enzovoort. Die heeft afgelopen jaar een prachtig boek geschreven met hulp van velen, met name van de familie. En dat boek, dat heet Joods leven binnen de vesting Brielle 1699-1942. En waarom tot 1942? Daarna was er niets meer te schrijven over de mensen. Subtitel, wij hoorden bij ons, zij hoorden bij ons en wij bij hen. Wilt u daar nog iets over zeggen, mevrouw? Dat is wel goed. Je hebt het goed gedaan. Ik heb het goed gedaan, dank u wel. Nou, en meneer Van Oost en meneer Posma, die kennen het boek, heb ik begrepen. Anders had u er namelijk ook een exemplaar gekregen. De oudere mensen onder ons, die staan al jarenlang bij 4 mei, staan ze stil. Gelukkig ook steeds meer jongeren die op 4 mei, dat ze dus ook stilstaan bij datgene wat er is gebeurd in algemene zin. Het waren niet alleen Joodse mensen, het waren mensen over de hele wereld die zijn omgekomen. En op 4 mei herdenken we ze wat dat betreft allemaal. En een van die jonge mensen die is hier aanwezig en dat is de stadsdichter, de nieuwe stadsdichter, Natasja Bodde. En die heeft een gedicht heeft ze geschreven, dat doet ze altijd op haar eigen zinnige wijze en op een prachtige manier. Natasja, mag ik jou vragen om hier naartoe te komen? En onder een aanmoedigingsapplaus natuurlijk, gelukkig gaan. Alsjeblieft. Dankjewel Joop. Ja, ik kwam echt net bij een school vandaan, die geef ik les. Dus gelukkig kwam ik nog aangerend, maar mag ik hier nog bij zijn vandaag? Ik vond het best wel een ingewikkelde deze. Omdat ik wil natuurlijk altijd mooi schrijven, maar voor sommigen raakt het iets dieper dan bij anderen. Dus ik heb mijn best gedaan en ik hoop dat jullie het mooi vinden.
Nou, dat vind ik nog kort. Nu al, dankjewel. Ja. Tik, tak. Tik, tak. Mijn klokslag breidt tegen de tijd in. Wijzers wijzen naar precies daar en voor ik het weet sta ik naast jou. Je bent groot, dus kom tot mijn knieën. Je bent groot, maar komt niet tot het slot van de voordeur. Gelukkig niet. Dat houdt de kansen open. Dat houdt jouw ogen open en ik zou willen dat ik ze zo had kunnen behouden. Met glinstering. Want ja, het is zuur te bedenken dat zij daar binnen zitten zonder jou, maar niks is zo bitter als het echte verhaal. Waar ook ik niks zoets van kan maken, kan schrijven, alleen maar non-stop alles wil doorkrassen. Naast dan jouw liefde. Naast dan jouw trouw. Naast dan jouw dromen waarin zij gewoon voortleefden. En ik droom met je mee. Dat zij daar nu boven op een stoep zitten en met ons meekijken. Met mij meepreken. En ik zou niet durven zeggen dat ik enigszins weet wat er in hun hoofden omgaat hoor. Maar in mijn droom denken ze ja. Denken ze dit, hier. In mijn droom zeggen ze liefde. Geen wraak, geen vuur, geen sloten. In mijn droom zeggen ze breken. Van die sloten, van dat stigma, van dingen gooien op kleur. Alleen op dat laatste was Max hen al 10 stappen voor. Wij noemen onszelf het meest intelligente diersoort. Maar ik vind het, na al die wetenschappelijke onderzoeken, toch aardig dom dat we nog steeds niet zien te snappen dat al ons bloed gewoon rood is. Ons hart hetzelfde ritme klopt. Tik, tak. Tik, tak. Zijn hart hetzelfde ritme klopte. Tik, tak. En dat zijn hart de hoop pas opgaf bij zijn allerlaatste tik. Dankjewel. En zo zie je dat de jonge generatie het niet heeft over mensen die boven ons zijn, die op een bolk zitten of op een stoel. Nee, bij Natasja zitten we op een stoel. Prachtig. Dames en heren, voordat we naar binnen gaan hebben we nog één klein dingetje te doen. Waarvoor we allemaal zijn gekomen en waarvoor de burgemeester uit het stadhuis is gekomen. En waarvoor meneer Grishaven uit 020 hier naartoe is gekomen. Ja, nou, we noemen het gewoon voluit. We zijn trots op de hoofdstad Amsterdam. Mag ik u verzoeken om hier naartoe te komen? En ja, de mensen van de pers staan er al bij, dus wij gaan bescheiden gaan we tot zover dat het voor mij mogelijk is opzij. En we gaan zo meteen aftellen. Dat doen we in series en we beginnen bij 100. Nee, we houden het op 15. Sorry, ik heb 5 minuten. En als dan de mensen van de media, hebben die zo een goed plek? En waren voor 5? Nee, want daarvoor heb ik 5 seconden nodig, 5 tellen nodig. 5, 4, 3, 2, 1. Max. Ik ga een reactie vragen van de burgemeester. Wat ik het fraaie vind aan het ontwerp wat je hebt gemaakt met de hond, is dat het inspireert tot te horen wat ligt daar voor verhaal achter. Want ook kinderen, voor kinderen spreekt het aan, een hond, en die weten helemaal niet de geschiedenis van uw familie op dat ogenblik, tenminste als ze het voor het eerst zien. Maar dan is dat wel een gelegenheid soms om het toch nog eens even zo onder de aandacht te brengen en te blijven werken aan de bewustwording met elkaar, dat natuurlijk nooit meer mag gebeuren. En dat vind ik het fraaie aan het,
aan het symbool van de hond, zoals jij dat hebt weten te ontwerpen. Los van dat het ook gewoon er mooi uitziet. Dankjewel Tineke, dankjewel meneer Christhaven, dankjewel Joop voor de organisatie wederom. Ik weet dat je dat blijft voorhouden en ik ben ook dankbaar voor het feit dat je ook beschikbaar bent voor onze werkgroep dodenherdenking, want het is belangrijk om te blijven nadenken. Hoe kunnen we dat op een goede manier vormgeven, los van dit soort specifieke momenten. En dank aan u allen voor de komst hier naar Spijkenis om dit moment met elkaar te beleven. Dank u wel allemaal. Ik wil toch wel even wat zeggen, maar wat reclame maken. Voor het Nationaal Holocaust Namenmonument, 102.000 namen in Amsterdam. Ik zou zeggen, allemaal als u een keertje vrij hebt, bezoek dat. En het mooie van dat is dat heel veel scholen met kinderen daar naartoe gaan. En dat is belangrijk, hè, dat kinderen daar komen en dat ze leren hoe discriminatie ontstaat. Het begint op kleine kinderen kruipen, dan begint het op school, opeens begint elkaar te plagen. Je hebt een andere kleur als ik, et cetera. Dan wordt het 12 jaar en dan krijg je groepsvorming. En dan heb je Joden, moslims, et cetera. En dat is het begin. Zo proberen wij de kinderen op te leiden. En als je dat niet stopt, dan eindigt het met zoiets, of met een monument zoals in Amsterdam. En daar moeten we met z'n allen voor waken. Dank u wel. Over het namenmonument, meneer Gisshaven. De gemeente Spijkenisse en Tineke en ondergetekende hebben stenen geadopteerd van de familie Levi. Die zijn daar ook, een, ik weet niet of er nog veel meer stenen gedoneerd moeten gaan worden. Maar dan moeten we dat zeker nog eens een keer in, misschien dat de media daar iets mee wil doen. En anders op een andere manier, want het moet worden herinnerd. Goed, dank u wel allemaal. Mag ik u ook burgemeester meneer Gisshaven, Natasja Bolle, meneer De Haan, danken voor de moeite die u heeft genomen om hier naartoe te komen. Meneer Levi en Rita Leeuw van Wenen. En ook Jeroen Posma weet dat hij eigenlijk op al dit soort gelegenheden als cultuurwethouder er altijd bij is. En nou moest de baas natuurlijk spreken, dan ben je tweede man. Maar je staat er nog steeds lachend bij. Ik vind het geweldig. Je bent echt een cultuurambassadeur. Dank u wel, dames en heren. Gaat u naar binnen en drink u op Max en op het leven. Dank u wel. Dank u wel, Tineke.